Yo mensen, welkom weer bij deze nieuwe video en wij gaan weer vandaag op vakantie naar Turkije. En we zijn er al 4 keer geweest, dus de echte kijkers die al heel lang kijken, die weten ondertussen wel welke dingetje we gaan. En voor de nieuwe mensen, het is heel leuk. We zijn op het strand iets van 12 glijbanen al en op het hotel zelf ook nog 7 of zo. In ieder geval heel veel. Wij gaan ons eigenlijk vermaken. En we gaan nou met de auto richting het vliegveld. Real love. Oké, jongens, het is trouwens zo laat en wij vertrekken vanaf Eindhoven, dus dat is lekker dichtbij. En zoals je kan zien, het is weer Koningsdag hoor, dus ja, dan moeten we weer missen helaas, kunnen we weer geen bier drinken. La la la, ik schub ze allemaal terug over de Maas. Show feel fucking at me, show feel fucking at me. We zijn gearriveerd op de parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport. En wacht even nog, zie je daar al vliegtuigen staan in de verte? Daar zo, maar ik weet niet of je dat vanaf hier kan zien op beeld. Maar volgens mij staat ons vliegtuig er al, want we staan keihard op Transavia vliegtuigen. En wij gaan er ook mee, hey! Ik heb in het donker heb ik de stabilisatie uitgezet, want anders gaat die trillen. Dat heb ik geleerd. Dus in het donker doe ik altijd de stabilisatie uit. En daarna zet ik hem gewoon weer lekker terug op hypersmooth, want hij heeft deze camera. En, maar dat wou ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik wou zeggen, wij zijn nu aan het wachten bij Eindhoven Airport. Dat is heel dit gebied. En, we moeten nog 5 minuten wachten of zo. Dan is het 4:30, dan gaat hij open. Want Lars, die kennen we natuurlijk wel, die is er al. Waar we ook heen gaan. En die was dinsdag was hier al. En ja, hun waren dus al hier echt kei vroeg, echt om 4:30 of zo al. Ze moesten kei lang wachten hier. Ja jongens, gas die Pasa. 7:20. Alleen er is nog geen desk voor ons. Die moeten we nog gaan zoeken. Jongens, we zijn hier buiten. Maar dit is een panoramaroof. En daar staan vliegtuigen. Dus we gaan daar in een van die Transavia vliegtuigen gaan wij. We hebben net alle koffers al ingeleverd. We moeten dadelijk nog de douane doen. En, maar dat kan pas over 1,5 uur of zo. Dus we moeten even kijken wat we gaan doen. Dus ja, dat is altijd even lekker wachten op het vliegveld. Leuk! Ziet Timo? Ja, zeker. We hebben alle dingen al gehad. Controle voor je handbagage. Mooi. Dan moeten we even naar onze gate toe. Maar we hebben 8, dus die is beneden weer. Maar we moeten toch nog wachten. Dus we gaan weer lekker terug. Ha. Nou jongens, we lopen buiten. Er zitten ook vliegtuigen. We moeten dit pad volgen. En ja, ik zou geen idee hebben. Ja, welke we hebben, want er staan er echt veel, joh. Non de hier toch. Gaat die ook niet op? Hé, dit lijkt net de wachtrij van de achtbaan of zo. Zo'n slingerpad helemaal. Maar daar zo gaat er dadelijk eentje opstijgen. Misschien kan ik daar voor jullie filmen. Maar dat zien we wel. Oh, het is kei koud, jongen. Echt 10 graden of zo. En het miezert. Helemaal kut. Ik ben blij dat ik weg hier ben. Ja, dikke doei. Kijk jongens, daar in de verte gaat hij. Hoi yo. Kijk naar water. Hoi yo. Ik weet niet of je het kan zien. Daar gaat hij.
van die alle water komt omhoog, jongen, daar. Ah, die haal ik niet meer. Die gaat helemaal achter die andere. Ik vind het oprecht veel leuker als dat je door een slurf heen moet. Enigste nadeel is dat het fucking koud is. Maar, ja, we worden een beetje nat. Maar ja, ik weet niet of dat je het ziet, daarachter gaat hij omhoog. Ah, dit is ons vliegtuig. Mooi. De weekend. Hé, hey, er gaat er daar nog eens op staan. Hé, hey, ik zie mijn stoel al. Nou, mooi uitzicht ook. Nou, een lekker raampje. Tot de... Nou jongens, hey, we gaan. En het regent. Kut. I want you to jump. Like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care. Shorty beat in the face in the mirror. Wowie! It's amazing! En daar gaan we. Air, I want you to jump! Jump! Like you trying to get stuck in it. In the air. Like you trying to get stuck in the air. I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care. Shorty beat in the face in the mirror. Up in the air, I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care. Een meter hoog en dan zal het met hoog bij de rest van onze vlucht blijven zitten. Toen zijn we in Duitsland eigenlijk gekruist van west naar oost. En dan langs Praag in Tsjechië. Vanaf daar gaan we moeten delen via Slowakije. En momenteel zitten we boven Budapest in Hongarije. Vliegen we door via Roemenië, Bulgarije. En dan iets ten zuiden van Istanbul komen wij Turkije binnen. En dan vliegen we een stuk door binnenland via Antalya. En dan nog een stukje langs de kust richting Alanya. Zoals mijn collega zei, een vluchtduur van totaal iets meer dan 3,5 uur. Ongeveer 2700 kilometer vandaag en daarbij verbruiken wij zo'n 11.000 liter aan brandstof. Het weerbericht voor Alanya ziet er goed uit, er staat nauwelijks wind. We zijn bijna op de grond, ik ga maar eens even filmen, want wij hebben dadelijk ook weer een tankstation waar we kunnen zien. Want hier is namelijk al. Dubbele klok is gearriveerd. Nou yo. Kijk, Casipasa. Daar zijn we, Alanya. Echt? Hopsakee. Nou, we moeten hier gaan wachten op de koffer. En daar kwamen we binnen, daar is dus die hele beveiliging. En dan kan je daar al uit, hè. Daar is al buiten gewoon. En al zo klein is dat vliegveldje, dat is echt niet goed. Jongen, kijk eens wat we hebben. Yeah. Weer een microfoon, Timo. Oh nee. Net zoals vorig jaar. Nee, oh ja. Oké, daar komt ie, hè. Hey, ik zou daar kwieten, jongens. Hallo, hallo, hallo.
vastgemaakt, hè. Staan we allemaal los. Net bewoog er al eentje toen die remde. Die viel bijna om. Ik hoop dat ze leeg zijn. Die anderen hier achterin staan allemaal los gewoon. Dat kan echt niet, hoor. Oké, jongens, we hadden het al gedacht, hè. Daar gaat onze bus. Hij is kapot. We hebben nou een nieuwe. Terwijl we 5 minuten moeten rijden nog. Nou, laat gewoon die motor aanstaan, dus gewoon helemaal schaal. Oh jongens, eindelijk, we zijn er. Eftalia Village. De hoek daar. We worden naar de kamer toe gebracht. Gewoon luxe, joh. Oh, daar gaan we. Gekke huis. Oh, we zijn er al. Wat een kudding. Laat je drive, hè? Oh, en hier is onze kamer al. Hoe lang zijn we hier bezig? 20 seconden hebben we in een karretje gezeten. Hey, we zijn er al. We hebben... Oei joh. Die gasten zijn echt knettergek. Die dragen heel onze koffers. We zitten helemaal op de bovenste verdieping en we hebben twee kamers, toch? Heb je die koffer mee? Oh, ze zijn al naar boven helemaal. Ja, claim ja. Oké, wij zitten dus in dit jaar hier zo. Oh, hey, hier is hij. Normaal zit je altijd daar. Dit nummertje, ons pa en ma hebben hier 19 staan volgens mij. Die zitten daar in de hoek. Dus we hebben een aparte kamer, mooi. En we komen als volgt binnen. We hebben een badkamer. Ja, die dat is gewoon bij alles hetzelfde. Eigenlijk is altijd alles hetzelfde. Hier, daar ben ik. Nou, waar waren we gebleven? Hier hebben we een slaapbank. Die hadden wij vorig jaar ook, maar dat was niet in dit hotel. Maar die zag er precies zo uit. En dan heeft Timo deze al geclaimd. Ja, kut. En ik heb deze. Fuck you! Oh ja, ik heb wel 18 plus bandje, maat. Welke kleur heb jij? Nou, ik ben nog minderjarig. Oh. Nou jongens, we gaan dus nou even zwemmen. Maar ja, zoals ik altijd doe, jullie gaan lekker niet mee. Helaas, jullie gaan morgen mee naar het zwembad. Ah, maar dat is veel leuker, want ja, dan hebben we al tenminste iets we kunnen laten zien. Dus ja, tot dadelijk. Yo mensen, daar zijn we weer. We zijn weer helemaal fresh en schoon gedoucht. En wij gaan zo meteen chappen, oftewel eten, in het hoofdrestaurant hier. En ik heb geen idee wat ze hebben. Ik zag wel dat er buiten een barbecue aan stond. Dus vleus, daar gaan we voor. Dus ik hoop dat het lekker is. Nou, we gaan dus lekker eten. En ik ga helemaal vanaf hier er naartoe lopen met een speciale modus op de GoPro. Dat heet Time Warp of zo. En dan, dan filmt hij alles heel stabiel en dan is het heel mooi. Nou jongens, we zitten weer lekker bij het eten. Hè. Ik heb al één keer opgeschept. Nou gaan we weer voor kip van de barbecue en kebab. Dus dat is goeie. Oké, we lopen de tunnel van village naar island toe. En ik moet hier bukken, iedereen moet bukken van ons. 1,80 is in de hoogte. Dat tunneltje is gewoon diep triest is dat. Maar we gaan nu naar Marie. Ik hoop dat we binnenkomen, want ik heb niet meer zo'n rood bandje. Want ik heb nou zo'n volwassene bandje en die is bij hun. Hun volwassene bandje is een andere kleur als die van mij. Dus dat wordt nog spannend. Dan gaan we daar proberen te chappen. En hopen dat het gaat lukken. Oké, volgende tunnel naar Marine en Ocean. Ocean is daar nieuw, daar komen we direct ook langs. We gaan zoeken voordat ik het eindelijk vind. Ik weet wel, dat zit daar gewoon. We zijn afgekeurd bij Marine. Ik niet. Ja, ga je niet. Want je hebt niks op je band staan. Jij gaat er wel. Je moet alleen zorgen dat het bandje uitgewist wordt. Ja. Ja, bij mij gaat het sowieso niet lukken, want ik heb geen rooi of de goede kleur, wat ik al zei. Maar we gaan naar Ocean, want daar blijk je wel sneller binnen te komen ofzo. Dat is makkelijk. Hij zegt... Kijk, we lopen nu op Ocean. En vorige
Ja, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, toen waren wij hier ook. Toen waren ze hier nog aan het bouwen. Toen zaten wij te dubbel of dat wij wel of niet op dit terrein, bouwterrein was dat toen nog, wouden lopen om even te filmen. Toen hadden we dat toch niet gedaan. En, maar nu is het open al, voor het tweede jaar is het nou al open. Want vorig jaar, ja, ik loop zeker achter. Ja, je bent ons, die loopt ook achter. Maar dat maakt niks uit, want ik kon het eigenlijk nog wel een beetje zien. Maar hier hebben ze dus blijkbaar ook een burgerland. Dus dan gaan we daar, Chan. Hey, burgerland bij Ocean. Fucking druk hier. Ja, klopt. Het is kwart voor 11 of zo. Oké. We zijn klaar met eten. En we zijn nog steeds bij Ocean. Ja. Maar wij gaan hier nog wel een andere keer heen. En dan gaan we met daglicht gaan we hier een beetje filmen. Want binnen is fucking vet. Dat is echt waar. En hier is Burgerland, hadden we al ontdekt. En daar is Lars. Hallo Lars. Nou mensen, dat was dus alweer de eerste video. Ik hoop dat je het leuk vond. En de volgende aflevering die komt gewoon volgende week weer voor jullie. En ik ga die morgen gewoon lekker opnemen natuurlijk. Dus dat is kei mooi. En tot volgende week zou ik zeggen dan. Allee. Wat er volgende week gebeurt. Zie je zo. Het is zo dichtbij dat dit gewoon onze glijbanen nog zijn. We gaan naar Ocean. We gaan kijken of we binnen kunnen komen. En gaan glijden. Haha. Alweer. Alweer.